It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag woensdag, de 9 oktober. Klopt dat? Ja, 9 oktober. En we leven alweer reeds. Ja, schrik niet. Het is al laat. 14 minuten over 4. Ja, kan er niks aan doen, maar het is nou helemaal zo. Ik ben lang niet in orde geweest. Beroerd, misselijk. Niet dat ik ziek ben hoor, want ik heb geen koorts, niks. Ik voel me ook niet ziek, maar ik voel me wel ellendig. En ik weet waar het op komt. Ja, en dat wil je niet hebben, dus ik ben daar druk mee bezig. Ook via mijn mobiel ben ik druk mee bezig om dus de groepen van de hand te doen. Want gestrest raken door Facebookgroep is niet goed. En daar ziek van worden. Nee, dus ja, ik ben er druk mee bezig. Dus het komt allemaal wel goed, maar het heeft even tijd nodig. Ja, en ik zal nou eerst ook eventjes, voordat ik de meisjes uitlaat, eventjes één ding regelen. Ah, ze zijn in de tuin geweest hoor, niks aan de, niks ergens. Helemaal niet erg. Maar ja, dan moet ik eventjes daar naartoe. Kijken, dat mis ik bij mijn mobiel. En dan vraag ik me af, hoe dan? Ja toch? Ik moet even intypen. Ik snap even iets niet. Nee. Ja, ik moet dat even uitzoeken. Maar dat komt wel goed. Ja, ik ga dat eventjes aan de vragen van hoe dat zit. Oké, maar in ieder geval, ik ga zo de meisjes uitlaten. En dan ga ik de keuken in, dat eventjes aan de kant doen. En een vlog in elkaar zetten. Die regio's komt nog wel, want dan moet ik eventjes aan Willy vragen als je eventjes wilt helpen met iets. Want ik weet bij er zitten riempjes in, maar beneden. Op klittenbandbasis. Wat moet daarmee? Heeft dat dienst? Heeft dat ergens nut voor? Misschien dat Willy het weet. Twee weten meer dan één. Ja. Dus dat komt morgen wel, voordat ik daar in ieder geval mee aan de gang kan gaan. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet ook een beetje mee. Tot later. Ja, ik zit zo eventjes door mijn schermpje van mijn camera in te kijken naar die meisjes. En ik vergeet helemaal ook op de seconde te letten. Dat, ja, een beetje lang gewacht, maar dat maakt niet uit. Ik heb al een heleboel gedaan op Facebook. Ja, ik heb het eindelijk voor elkaar wat ik voor elkaar moest krijgen. En het doet wel pijn en verdrietig allemaal, maar het moet wel gedaan worden. Maar al met al moet ik ook de keuken hoor. Maar dat komt zo wel als ik gegeten heb. Dan kan het allemaal in één keer die vaat wassen. En het is alweer 7 uur bijna. Ja. Het is 18:56. Dat ik schrok ervan van, het wordt donker, hoe dan? Ik ben zo bezig dat ik zie dan niet dat het donker wordt. Zien jullie dat daar in de hoek op het plafond? Mooi, ja. Dat is van die kaars. Op batterijen, hè? Zo mooi. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Dat beweegt gewoon, hè, die vlammetjes. Hier op het bureau ook. Staan ze ook. En dat beweegt ook zo mooi.
Ja, ik vind het gewoon mooi. Echt geweldig. Net echt, ja. Ik ben amper opgemaakt hoor, want ik ben een beetje zwart, meer niet. Ik denk, bekijk het wel, mama. Ja, wat wil je als je ook nacht weer niet hebt kunnen slapen. Ook heb ik last van mijn maag, had allemaal stress vanwege dat achterlijke gebeuren daar. Ik laat me er te veel in meeslepen en daarvoor basta. Ik hou maar een paar groepjes over. En voor de rest bekiek het maar. En ik ben al uit één groep weggestapt waar ik... Ja, medebeheerder wil ik niet zeggen. Ik was daar moderatrice, ja. Dus maar ik deed het meest. Er zijn daar nog twee. Hallo, die heb ik nog nooit wat zien doen. Ik deed alles. Ik denk, ja, bekijk het. Doei. Weg. Dan heb ik er helemaal geen zin in, weet je. Laten ze maar bekijken hoe en wat. Zo simpel als een bruine boom. Doe maar heel gewoon. Ja. Ha, wat is er nou weer? Maar oké, ja. Ik zie weer iets van Rob de Nijs. Is die al overleden? Hij was heel ernstig ziek. Maar ik weet niet wat er is nu. Want ik zie weer iets over hun. Ik ga even kijken. Ja, toestemming. Altijd die toestemming van die lui. Oh, dat gaat over de moeder, geloof ik. Die ging op haar eigen verjaardag, tenminste op Jet, dat is de vrouw van... Rob de Nijs. Jet, haar moeder is overleden op de verjaardag van Jet, wat ik weet. Maar ja, en Rob die heeft Parkinson, ja, dus... Maar ja, die gaat gewoon achteruit, die is dus nog niet weg. Nee, oké, ik zie dat ook iedere keer staan, weet je. Waarom moet dat blijven staan? Het is oud nieuws. Kom met nieuw nieuws aan, zou ik zo zeggen. Ja, maar oké, lieve vrienden. Ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet ervan. En ik ga ook zo de televisie aan doen. En wat een gore lucht. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar... Het is rozig, het is een beetje bizarrig. Het is helemaal dicht. Ik heb hoofdpijn gekregen. En toch zie je ook blauwig. Heel raar. Het heeft geregend, het is koud. Dus ik ga mijn vest aan doen, al staat hij hier wel niet bij me, dat boeit me niet. Gewoon mijn blauwe vest, ja. Dat ga ik gewoon aandoen. Het staat hier wel niet bij me, ik zit binnen, ja. Wat dan? Lekker belangrijk, toch? Als je het maar warm hebt. En ik wil nog geen kachel aandoen, zolang ik het nog met een vest kan doen. Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen tot later en gewoon genieten. Doei. Zo, lieve vrienden, ja, het is weer tijd om naar bedje toe te gaan. Ja, ja, echt zo. Elwin, die zit al te wachten. Rijka, die legt de bank in een rolletje te wachten. Dus met andere woorden, vrouwtje schiet op, we willen naar bed. Nou, dat gaan we ook wel doen. Ja, het is de hoogste tijd. Het is alweer 1:28 uur. Ja, ja, het is Holkinskoft. Maar ja, het heeft zoveel voeten in aarde. Een groep opzetten is zomaar gedaan. Want we beginnen maar met 3 leden. Maar voor de rest, als je zo'n hele grote groep hebt en ze gaan allemaal over je heen zitten te mekkeren over dit en over dat en over zus. En dit deugt niet en dat deugt niet en zus deugt niet.
Zolang het nog mijn groep is, ben ik nog steeds de baas. Ja. En ik hoop dat Harg maar in mijn voetsporen wil blijven treden. Dus ja, dat hoop ik wel. Want ja, Harma die gaat het worden. Daar ben ik al lang al over uit. Er is er nog wel eentje die wil het ook. Maar ik heb ook meerdere roepen. Dus denk daar ook even aan. Ja, dat wordt niet gedaan. Nee, iedereen wil die 50-plus club hebben. Ja, moela. En die vindt het goed gaan. Nee, het gaat niet goed. Absoluut niet. En plaatjes van dikke mensen erin zetten. Hoe dan? Doe je niet. Dat is spotten. Ga je niet doen. Doen ze het zelf met een foto van hun of weet ik voor wat. Dan is het andere koek. Maar dan nog, ik vind het niet passend. Nee. Dat is discrimineren. En dat ga je niet doen. Maar ja, zo zijn er veel meerdere dingen aan de hand. En dat moet eerst even schoon schip gemaakt worden. En dan zullen we het wel weer verder bekijken. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Vanaf nu zeg ik welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten dat God die houdt gewoon over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!